Wow. Pieke, je bent precies een stripfiguur. Zeg, wat kom jij hier doen zo vroeg in de morgen? Pico, ik kom van de post, hè. En, tada, ik mag naar Amerika. Amerika? Hoe Amerika? Wel ja, er zijn van die programma's, hè, voor jongeren. En na je middelbaar, dan mag je kandidatuur stellen. En Pico, ik mag gaan, jong. Kijk, top, ik word gek weer. Hey, oh, Pieke, zeg. I want to be in America. Voorzichtig, Pieke, voorzichtig. Allee, zeg, dat wil dus zeggen dat we kwijt zijn. Oh, maar toch maar voor een jaartje, hè. Maar... Zeg, wat is er? Ja, ons ma en pa, ik weet nog niet of ik mag. Oh ja, ik heb het er nog niet verteld. Nee, niet echt, nee. Oh, Pico, moet ik nu blij zijn of triestig? Ja, blij, natuurlijk. Pico, en ik zou zo graag, hè, begrijp je me? Ja, natuurlijk, Excuseer, hè. Ik zal in het vervolg kloppen als ik binnenkom. Hier is uw sportboekje. Doortje, het is niet hetgeen dat je denkt. Oh, nee, hè? Nee, Bieke die mag naar Amerika. Ja. Oh, dat is heel goed. En ik hoop heel rap en voor heel lang. Dorothea! Oscar? Ja? Kom eens even hier zitten. Pascalke, als je iets nieuws wilt kopen, zeg het dan direct, hè. Het gaat over ons Bieke. Wat is er met ons Bieke? En je weet toch dat we haar beloofd hebben dat ze naar uw Majora op reis mocht gaan? Ja. Wel, de dochter van Mariette is in hetzelfde geval. Ze kunnen dus met tweeën gaan. Naar waar? Oh, het mag ver zijn. Ja, wat noemde jij ver? Dardenne. Heb je geen kaart? Momentje. Maar enfin, Oscar, op zo'n kaartje kun je toch niks zien? Daar is Brussel naar Amerika misschien maar 3 centimeter. Ik zal straks eens op een serieuze landkaart zien. Het moet niet groot zijn, gezellig en ze moeten aan sport kunnen doen. En waar vind je zoiets? In Heers-sur-Meuse. Ja, dat heb jij al lang in je kop gegeven. De broer van Mariette woont daar. En die kan dan een oogstje in het zeil houden. Pascalke, ga dan zelf mee op reis, zeg. Oscar, jij begrijpt dat niet. Die kinderen willen niet dat je me in zaken moeit. Maar laat ze dan zelf kiezen. Ah, bon, bon. Ze mogen gaan waar ze willen. Voilà. Op voorwaarde dat hij in Heers-sur-Meuse is. Cessa. Hoe is dat? Door aan het komen. Ik ben daar gedaan met deze. Zeg, ik heb het u toch uitgelegd, maar geluisterd niet. Ah, oh, nee? Nee. Een Picootje, ik zou toch zo graag... Wat betekent dat dan? Ah, wat? Dat ze naar Amerika wil. Oh, dat zal wel. Oké. Is het grappig? Amerika? Ja, Bieke gaat er naartoe, zegt Pico. Dat is fantastisch, hè? Ik heb daar een kozijn, die is verleden jaar hier geweest en heeft hier een auto gehuurd. Die moet me nog altijd 6.000 frank. Zoek die rekening maar eens op. Nou, dat geld zullen kunnen fluiten. Ja, misschien als Bieke. Maar Dimitri, weet jij hoe groot dat Amerika is? Nee, maar ik weet wel hoeveel dat 6.000 frank is. Balk! Amerika? Dat is niet bij de deur, hè? Maar wacht, is het niet meer zoals in onze tijd, Xavier? Amai. In onze tijd mochten wij ook eens een keer naar de Dardenne. Ja, daar moeten we nu niet meer mee afkomen. Ah, bon. Ah, dag, mannen. Balk. En wat zal het zijn? Bij Berg, Pascalke. Dag, Schotel. Oh, wel, geef mij maar eens een witteke. Oho. Wat is Pico? Vlieg je erin? Zo, een mens heeft dat af en toe nodig. Daar zit iets scheef met Doortje. Wedde? Ja. Ik weet het, denk ik. Voor Pico geen tussendoortje. Ja, heel geestig, voorzitter. Heel geestig. Zeg, we komen u een franksje laten bijverdienen om de reis van Bieke te betalen. Hoe weet jij dat? Nu snap ik het. Dat is een goeie, hè. Tussendoortje. Tussendoortje. Abai, jij zijn een rappe. Ja, het zijn rappe reflexen, die ken ik. Over wat waren we bezig? Over de reis van Bieke. Ze gaat nog zo lang weg, zeg. Ja, maar zo lang is dat nu ook weer niet. En zo ver? Maar er zijn toch geen afstanden meer. Allee, vanmorgen was ik in mijn agenda op een kaartje aan het kijken. Hè. En ons Pascal die zei nog, kijk, van Brussel naar Amerika, hè, dat is amper 3 centimeter. Dat is allemaal relatief. Ah, wel. Geef mij dan nog maar 15 centimeter bier. Als tussendoortje. Ja, ik zit er echt mee in mijn maag, hè, Carmen. Je bent jaloers, Doortje. Dat is het. Ja, ik weet het. Ik ben zo. Maar dat komt omdat ik hem zo graag zie. Ja,
Je moet je voorstellen, hè? Je komt binnen en je vent pakt een andere vrouw vast. Heb jij dat al wel een keer meegemaakt? Oh, 100 keren. Ja? Met zijn parkieten, hè? Oh. Hij zal anders wel een post pakken, denk ik. Nee, ik doe iets verkeerd. Weet je wat ik zou moeten doen, hè, Carmen? Gewoon zwijgen. En heel fijntjes glimlachen. Zo. Ja, geheimzinnig, hè? Alsof dat ik ook iets in petto heb. En laat dat hem dan maar een keer uitleggen. Ja, je kunt dat altijd eens proberen, hè? Dimitri, wat heb je nu weer nodig? Een pintje. Zeg, ik heb gehoord dat beker op reis gaat. Ja, ja, en lang. Jij doet precies alsof ze voor een jaar weggaat, gij. Zeg, ik vraag mij toch af hoe iedereen dat hier weet, hè. Zeg, ik heb dan een klant die me nog 6000 frank moet. En ik dacht, dat is beker nu. Ah, nee, Dimitri. Daar stuurde geen kind naartoe, hè. Ziet je dat hij iets nodig heeft? Ga dat zelf maar ontvangen. Zo, hè? Dardenne? Zover is dat toch niet? Tja, je bent er ook al, Ardenne? Zeg, hey. Ik heb heel groot nieuws. Aha. Ja. Kinneke, wij hebben ook heel groot nieuws. Aha. Bieke, je mag op reis gaan. Ja. Maar je weet het al en je vindt het goed. Uw papa en ik, wij vinden dat we dat moeten gunnen. Voilà. Oh, en ik dacht nog, ons ma en pa, die zijn veel te antiek. Ja, ja toch. Ja. Wat heb jij ons te vertellen? Ah, zeg, nu dat Bieke toch naar Amerika gaat, dan is het toch? Amerika? Dardenne. Nee, ik had toch gezegd dat ik zou gaan praten in verband met dat jeugduitwisselingsprogramma voor Amerika. En Amerika? Oscar. Nog in geen 100.000 jaar? Nee, zeg maar. Nog in geen 200.000 jaar? Maar alleen Pascal, het is toch maar 3 centimeter. Hey, ja. Ja, en ons ma en pa, die begrijpen me niet, die zijn veel te antiek. Hier, ze. En binnenkort komt een psycholoog op bezoek, maar ja, ik kan nu wel praten met van die oude mensen. Oh, Bieke, kom eens hier, kom. Je moet u niet verzetten tegen uw ouders, hè? Dat helpt toch niet. Weet je wat je moet doen? Je moet geheimzinnig lachen. Zo. Och, nee, vergeet het. Dat is uw stijl niet, hè? Nee, we moeten iets anders zoeken. Wat is er aan de hand? Dat kind komt daar beklag doen en ze weet dat ik kan luisteren. Maar dat is heel goed dat je elkaar begrijpt. Vertel het eens aan onkel Xavier. Ik kan het al raden. Amerika. Xavier, ik ben hier om dat kind te begrijpen. Nee, Bieke, we moeten iets zoeken. Hoe kunnen wij uw ouders overtuigen? Hè? Ja, uw pa, dat is geen probleem, maar uw ma? Ja, dat is moeilijker. Zeg, dat is een vrouw, hè? Ja, die heeft meer verstand, hè? En daar kun je het met normale logica niet van winnen. Nee, zeker niet met mannenlogica. Maar als vrouw... Ik weet het. Xavier, jij gaat iedereen verwittigen. Ja. Zwijg. Luister, Bieke. Goh. Amerika. Wat bezielt zo'n kind? Hij zo'n wilde boel ging erachter. Die overdrijven, hè, Pascalke. Er zijn al lang geen cowboys en geen indianen meer. Nee, gangsters zijn aidspatiënten. Langs de andere kant is ook geen kind meer, hè. Oscar, ze kent de mannen niet. Ze weet niet hoe slecht dat ze zijn. Ja, je moet niet zo kijken. Ze willen allemaal hetzelfde. En de vrouwen niet zeker? Mijn mate. Oscar, je begint niet, hè. Ze mag zelfs niet vertrekken. Och, Oscar, jij begrijpt dat niet. Alleen al het feit dat ze weg wilt. Weet het nog. Haar eerste foto ook op dat schapenvelke in haar blootje. Ja, dat zou nu niet meer gaan, hè. En toen dat ze haar eerste stapje zette. En die kristallen vaas omverliep. In 100.000 stukjes. Ja. Dat was de tijd... En toen ze voor de eerste keer naar de dokter moest, ze wou haar tong niet uitsteken. De tijden kunnen veranderen. Ja. Maar het zal niet pakken. Zeg, Oscar, en dat begrijp ik niet. Dat jij je hier op deze moment kunt staan drinken. Zij de geine vader.
En u, voorzitter. Xavier. Vergadering. Oeh. Mag mijn achterspelers toch instructies geven, hè? Het zijn voorspelers en ook nog uw tegenstanders. Je hebt vandaag nog geen enkele bal gepakt. Kom, we gaan penalty trappen. Pico! Jij begint. Pico! Zeg eens, nog voor vandaag? Ja, ja, ja. Jammer, Xavier. Straks na de training in het café. Het gaat over Beke. Ja, klaar hè. Go. Waar is ons Beke? Bovenop haar kamer aan het bokken zeker. Bea, kom en helpen. Nu. Ah, Kabelke, kom, zet u een beetje bij ons, kap. Ja, schuif dan eens op, hè. Wacht, Toortje, ik haal in de stoel, dan kunt je... Voilà, Xavier, Pico, en voor Carmen. Iets straf. Je ziet er zo triestig uit, Pascalke. De schier heeft zijn kop pijn. Ik heb ik nooit kop pijn. Ik zeg vlak af dat ik geen goesting heb. Pascalke, die zit met Beke in haar kop. Dat ze naar Amerika gaat. Oh, vergeet het. Dat gaat toch niet door? Nee, natuurlijk gaat dat niet door. Dat is toch zo maar niet voor de eerste de beste, zeker? Ons Beke is niet de eerste de beste. Ja, jammer, de familie telt ook mee, hè, Pascal? Ja. En wat mankeert er aan ons familie? Ja, wel ja, Pascalke, wie mag er naar Amerika? François Boortaber. Ja. Maar wat doet haar vader? Hij is advocaat. De dingen, de Nathalie Bakeland. De dochter van een burgerlijke ingenieur. Ah. Wij wilden daar nu mee zeggen dat wij niet goed genoeg zijn. Oh nee, dat hoorde mij niet zeggen. Nee. Maar als ik het goed voor heb, dan komen ze hier eerst een gezinsstudie maken. Ja, zo iemand die weet hoe je met mensen moet omgaan, maar die zijn eigen kinderen niet de baas kan. Hoe heet dat weer? Psycholoog? Ja. Dat wel, ja, zoiets, ja. Die komt dan zien en... Psycholoog? Ja. Ja, die gaat uw incidenten na. Uw antecedenten. Wel ja, zo of dat je geen buitenechtelijke relatie hebt. Dat was een accident. Nee, nee, Pascalke, je moet u niet ongerust maken. Als dochter van een cafébaas heeft zij toch geen schijn van kans. En wel, dat zou ik wel eens willen zien, zeg. Ons Beke die kan met iedereen concurreren. En het is een welopgevoed meisje. Beke? Hey, wat dat die psycholoog betreft, hè? We zullen die eens laten zien dat er hier in een café ook deftige mensen kunnen wonen. Ha, wat denkt hij wel? De klootzak? Dat is goed gesproken, Pascal. Drinkt geen stoortje. Oh, Pieke. En hoe ging het? Alsof Lutje van een cent binnen. Goed, hè? Alsof dat klopgeest. kan ik helpen, mevrouw? Pinkers. Zijn ze kapot? Nee, psychologen. Mijn naam is Pinkers. Oh. De Tremmery, zaakvoerder. Ja, bekijk maar eens rustig mijn wagenparken, mevrouw. Nee, ik ben gestuurd door de sociale dienst om een gezinsstudie te maken. Oh, maar dat treft. U ziet het hele gezin hier voor u staan. De familie Krukke?
Och ja, dat is Beken, hè. Ja, dan heb je je vergist. Dat komt door dat voetbalveld. Maar wacht, ik loop even mee om te wijzen wat dat je moet zijn. Ja. Is dat zo moeilijk te vinden, dan? Nee, is gewoon toekje rond. Ah, ja. Ja, ja, naar Amerika gaat. Dat is toch een mooie kans, hè? Aha. Ja. Maar het is niet voor iedereen weggelegd, hè? Maar we zullen u wel helpen om een goede indruk te maken bij die psycholoog. Ja, een goede indruk? Oh. Goeiedag samen. DDT. Dimitrieke. Heb duidelijk lief. Nee, meneer Waterslagers. Dat is mevrouw Pinkers, psychologe. Godverdomme. Er staat er niet meer een goede indruk, hè? Mevrouw, mag ik u iets offreren? Een pint? Een portoken of een sherryke? Nee, dank u. Ik zou eerst graag een gesprek willen hebben met de ouders van Bea. Ja, ja, natuurlijk, madame. Ja. Aangenaam, mevrouw. Ik ben de moeder. Ah, en ik ben de papa. Bieke, ja? Jij bedient verder. Ja, ja, natuurlijk. Mevrouw, wilt u mij volgen? Als u wilt volgen, madame. Is dat een psycholoog? Een vrouw? En waarom zou een vrouw geen psycholoog kunnen zijn? Ik ken zelfs vrouwen die sergeant zijn. Korporaal. Ja, zo ken ik er ook een. Zo, dat is dan bijna ingevuld. Administratie, hè? Zal ik nog iets bijdoen, mevrouw? Ja, dank u. Een wolkje melk? Nee, dank u. Oscar? Merci, Pascalke. En een wolkje melk, alstublieft. Zo. Dank u. En 1 klontje suiker, graag. Ja, de kinderen zwerven uit, nietwaar? Ja, tot in Amerika. Ja. Natuurlijk zijn we heel selectief. Ja, ja, dat is normaal, hè. Dat doe ik ook als ik mijn ploeg samenstel. Dus niet iedereen mag mee? Nee. Maar wat Bea betreft hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Oh. Haar motivatie was relevant. Rest nog de psychosociale analyse van het gezin. Ah. Als die positief wordt geëvalueerd, dan heb ik alleen nog uw toestemming nodig. Oh, juist, ja. En wanneer zal dat dan zijn? Ja, we zijn nu nog in het stadium van de perceptie. De perceptie. Begrijpt u? Ja, ja. Goed. Als men u niet kwalijk neemt... Excuseer, madame, maar we zijn nog niet zeker of het allemaal wel doorgaat. Ja, ik ook niet, meneer Krukker. Ja, ja, maar ik bedoel... We Oscar, kunnen... ja. Wilt jij de vaat op het aanrecht zetten? De wat? U bent natuurlijk altijd welkom, mevrouw Klinkers. Nee, Pinkers. Pinkers. Pascal, we hadden toch afgesproken dat we ons bieken zouden verbieden? Oscar, daar gaat het nu niet over. Ja, waarover dan wel? Het gaat over de psychosociale dingen van... Enfin, dat verstaande jij toch niet. Zo. En nogmaals bedankt voor de informatie. Niks, mevrouw Pinkers. Zo, en nu zou ik graag een vriendelijk aanbod willen ingaan. Een, Porto. Ja, maar dat was meneer Bomen die... Ik wil u niet onderkruipen, hè, meneer de Tremery. Trouwens, ik zal ik toch gelegenheid genoeg krijgen om mevrouw Pinkers wat te offreren, hè, mevrouw. Ah, kom, gaat u zitten, mevrouw. Ja. Dus de Porto, hè, Beke? Ja, maar dat is een van de zaak. Emma? Ja, ja, natuurlijk. Belast, als het zo zit. Het was toch thans graag gedaan, hoor. Oh, nee, 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 nee. Omwille van mijn objectiviteit zou ik dat deontologisch onverantwoord vinden. Voilà. Dat betekent dat jij mocht betalen, Dimitri. Voilà. En ons bieke mag dus naar Amerika. Die eventualiteit behoort tot de mogelijkheden, ja. Ah, ah ja, ja, meneer. Ik zou het bieke gunnen. Maar haar ouders ook, hè? Ja. Ah. Zeker. Het zijn de beste mensen van de streek, mevrouw. Ja. Echt waar. Hm? Niet waar, Doortje? Nou ja, het is niet omdat je een café hebt. Een kantine. Oscar is gerant van een kantine. Ja, in feite is hij trainer, nietwaar? Trainer. Een hele goede trainer. Alsjeblieft, mevrouw, uw porto. Ah, dank u. Het zal wel een belevenis zijn, hè, Bieke? Ja. Ja, ja, maar we hebben het nog niet gehad over hoeveel dat nu gaat kosten. Toch, voor de meeste gezinnen is dat geen probleem. Ah? Nee. Nee, dat valt nog mee. 180.000. Alsjeblieft. 180.000 frank.
Jij denkt dat het geld op mijn rug roeit, zeker? Zijn er misschien financiële problemen in het gezin? Wel, het is te zeggen dat... Nee, mevrouw. Wij hebben een heel floriserend etablissement. Ja, ja. Goed. Ik laat u spoedig iets weten dan. Dag, mevrouw. Goedendag. Ja, ja. Vergeet dat maar, dat gaat niet door. Molle pa! Je kunt die toch laten sponsoren? Molle, ik zag je, wie gaat nu zoiets sponsoren? Waar? Weet je niet, een grote zakenman. Iemand met een grote garage of zo. Goedemiddag samen. Ja. Ik heb nog werk. Of een worstenfabrikant, voorzitter. Zo. We kunnen ook een benefietmatch spelen. Ja. Maar daar krijg jij nooit 180.000 frank mee bijeen, jongen. Ja, maar misschien wel genoeg geld dat ze tenminste kan vertrekken. Hoeveel kost een ticket naar Amerika? 30.000 frank. Oh. Mijn gedacht, als je zoiets doet, hè, dan moet je trekpleister hebben. Een vedet. Ja, maar wie? Dat is goed gezegd, Toortje. Wie? Het vertrekken nu is het genoeg, hè? Ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van je hou. Ik heb verdriet en heel veel pijn, als ik maar bij jou kan zijn. Zangeres zonder naam? Meneer Boma? Ja. Kende je die? Zabari? Ja. Hoeveel keer zou ik niet gaan eten zijn bij Samarie? Waarom vraag je dat? Oh, zomaar. Ik was even aan het denken. Ah, bon, is denken kan nooit kwaad. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Waarom zeg je niks? Ik kan dat niet uit mijn kop zetten. Hè. Maar allee. Amerika. Maar hier ze. Maar ik kan er toch iets gaan bijverdienen? Gaan opdienen in een zaak? Bieke, je gaat daar toch niet in een café werken? Dat doe ik hier toch ook. Maar het leven, hè, dat speelt zich niet meer af rond de kerktoren. Als je maar weet dat je op zo'n plekje rond de kerktoren heel gelukkig kunt zijn. Jij denkt nog altijd dat ik een puberke ben. En je had misschien liever gehad dat ik onderwijzeres of zo zou worden. Maar nee, ik ga in de journalistiek. Ik wil de wereld zien. Amerika, Japan en Afrika. En dan kan ik nog altijd terugkomen naar uw kerktoren. Maar dan weet ik tenminste wat je erachter leeft. We zullen zien. Oh. Maar er is toch altijd madame Pinkers, hè? Als die haar toestemming niet geeft, dan... Dat is het punt niet. Ja, maar. Bieke, Kineke. Mm-hmm. Ja. Als je daar nu eens verliefd wordt... En je geraakt... Zwanger? Ja. Ik pak de pillen. Als het zover komt... Hier woont die gast dus in Nashville. Hè? Dus als je in New York bent, toekje om en een beetje naar links en dan zijt je. Ah, leuk, Dimitri, dat is bijna 1100 kilometer. Allee, dat zou het kunnen zeggen. Hè? Zeg, maar je krijgt 1000 frank als je mij die 6000 frank bezorgt. Even een interview voor Radio Hallo met onze vedette die naar Amerika gaat. Hè? Ah, ja. Werkt jij nu ook voor Radio Hallo? Klaar, Beke? Ja. Psst, Oscar. Een bal heeft ervoor gezorgd omdat ze zo'n mooi... Stem heeft, zeg. Ja. Dus, even een interview, hè? Hé, hey, mannen, ik heb een formidabel gedachte. Oh, nee, jij. Proficiat? Ja, Pascalke, een dagschool. Boma, je kent Jean-Marie toch? Ah ja, ze staan samen op een foto. Als Boma Jean-Marie nu vraagt voor onze benefietmatch. Xavier, dat is fantastisch. Maar enfin, nu overdrijft meneer Balthazar toch, hè?
Hoe? Maar Balthazar kent Jean-Marie niet. Hij heeft ooit eens een wedstrijdformulier ingevuld. En toen mocht hij met Jean-Marie op de foto. Ik weet dat, van mijn collega Joke. Pff, een dikke nek. Zeg, maar dat is geen probleem, hè? Ik ken Jean-Marie. Ah, je gelooft me niet. Ik heb ooit eens een band geplakt en dan heeft hem tegen mij gezegd, Dimitri, als ik ooit iets voor u kan doen, dan moet je het maar zeggen. Ja. Oh, wel, dan regelde jij dat maar, Dimitri. Dat was gelijk gewild. Mag je telefoneren? Is precies echt? Ja, dat van die band, dat kan natuurlijk worden. Jean-Marie, het is Dimitri hier, hè? Ja, ja, die Dimitri, van die band, hè? Zeg, Jean-Marie, we hebben een klein probleempje. We zouden graag een benefitmatch willen organiseren voor een heel schoon meisje. Hè? Wanneer? Wanneer? De 27e? De 27e. Ja? In principe wel. Oh, dat is fantastisch, hè? De details regelen we later dan wel, hè? Ja, ja, na de match kunt je me zien. Jean-Marie, ze zijn een grote. Wil ik het afjekken? Zou er geen geven? Ja, geef er een. En wil nu dat je toch aandringt voor mij een whisky. Waarom kende jij die niet? Doortje, ik vind Pico tof, maar meer niet. Het is in orde, Bieke. Mm. Ik versta dat allemaal wel, maar ja. Ik zie Pico zo graag en dan word ik zo... Jaloers. Nee, niet jaloers. Oh. Wel jaloers. Oh. Mm. Excuseer, ik zal kloppen in het vervolg als ik binnenkom. Pico, het is allemaal in orde. Bieke heeft het mij juist uitgelegd. Ja, ik heb het u toch ook allemaal uitgelegd. Ja, maar als je mannen moet geloven... Maar ja, als het dan toch allemaal in orde is, dan hoef ik niks meer te verbergen, hè. Bieke? Ja? Ik heb een cadeau voor u meegebracht. Oh, Pico. En ik weet nog niet of ik mag gaan, die madame Pink. Natuurlijk mocht je gaan. Hier, ze, flesje parfum. Dan kunnen ze kinderen in Amerika zo'n flink poepetje laten ruiken. Maar Pico, jong, dat is kei tof hier. Zeg, dus Dimitri, alles in orde met Jean-Marie? Koppers, je kent mij toch? DDT oké, alle details zijn geregeld. Ja, maar had jij dat niet gearrangeerd, dan had ik dat gearrangeerd. Je kent mij allemaal, hè? Zeg, over welke details... De financiële afspraken. Nee, maar wacht eens, ik dacht ook... Hij doet dat voor niks. Maar voor zijn kleine kosten vraagt hij 10.000 frank. Ja, zeg. Zo kan ik ook voor niks komen. Maar dat is voor niks. Voor zoveel dit. Hé, Oscar. Ja, Jean-Marie, dat is wereldklas, hè. Goedemiddag, sir. Mevrouw Pinkers. Mevrouw Pinkers. Zeg, Bomer, kunt je misschien mevrouw Pinkers iets aanbieden, hè? Portakel, mevrouw Pinkers. Ja, dat is goed. En, madame Pinkers. Hoe ver staat je nu met het stadion van de receptie? Van de perceptie. Wel, ik ben het gezin en zijn entourage natuurlijk blijven volgen. Er is geen enkel probleem. Oh. Zeg, en, proficiat voor Xavier. Ah ja, voor zijn opoffering. Zo bedoeld. Oh ja, Jean-Marie, dat is toch een keeper? Ja. En een keeper die staat in de goal. Ja. Wel, waar sta jij dan? Ja, Gorik, go! Een andere kant staat er iemand. Terug naar de Nief! Zie ze eraf, denk jij! Zou je nu wat gaan opwarmen, Xavier? Kijk, allemaal. Kijk! Oh, ik was zo op! Jean-Marie.
En dan begint de keeper. Xavier, hier, doe dat aan. Je moet de Sisse vervangen. Kom. Ik ben de keeper en jij een achterspeler. Ja, maar... Maar leuk, Xavier. Doe het voor mij. Oh. Allee, vooruit. Kom maar, kom maar. Nog 3 minuten te spelen bij een 0-0 stand. Radio Hallo houdt u op de hoogte. Over naar de studio. Het is toch niet gemakkelijk, hè? Maar uw stem maakt alles goed naar Rijken. Ja, de keeper! Zijn veel rustig! Terugspelen! Dan zou maar niet terugspelen! Wat maar! Terugspelen! Nu moet ik eens even hebben, jong. Zeker, Jean-Marie. Ah, dus je kent me nog. Ja, zeker. Van die autoband natuurlijk. Oh, dat was graag gedaan, hè, Jean-Marie. Je had die wel goed geplekt. Ah, dank u. Maar je wou wel vergeten mijn wiel vast te draaien, hè. Ik was nog in de kilometer van Nieuwenhofweg, hè. En ik zat al in de gracht. En daar zit jij verantwoordelijk voor. Jij alleen. En ze mij moeten takelen, hè. Maar kon hij iets zeggen, hè. Ik heb de rekening bij. Maar die laat ik wel bezorgen. Maar allez, Jean-Marie. Meneer Jean-Marie. Hier, Radio Hallo. Hallo. Bij ons een van de grootste keepers aller tijden. Samen met zijn boezemvriend Dimitri de Tremmerie. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Met een band, hè? De gemeenschappelijke band, ja. Daarover straks misschien meer. Jean-Marie, van harte gefeliciteerd. Ja. Toch een beetje ontgoocheld bij dat laatste doelpunt? Wel, ik kan het eigenlijk begrijpen, hè. Zo'n jongen die komt door in oog te staan met een wereldverdet en... Oh, ja, dat ja. Allee, zeker. Die verliest natuurlijk de controle over zichzelf, hè. En hier is Bieke, beste luisteraars. Met haar is het allemaal begonnen. Ja. Jean-Marie, bedankt, hè. Ah, graag gedaan, hè. Ah, bravo, bravo. Beste voetbalvrienden, dames en heren. Als voorzitter van FC De Kampioenen is het mijn plicht u te bedanken voor de speciale attractie die wij vanmiddag mochten beleven. Ah, kijk, hij is daar juist. Ja. Ik zou als voorzitter in mijn plicht tekort schieten, nietwaar, als ik hem niet zou bedanken, omdat hij hier toch wel de wereldkeeper Jean-Marie Pfaff naar hier heeft gebracht. Hè. Ja, spijtig genoeg, hij moest al vertrekken en hij moest gaan lunchen, maar hij is vergeten zijn detailkosten op te strijken. Jij gaat dat toch wel arrangeren, ja, zeker, hè, Dimitri? Toen mij gevraagd werd om een keeper van wereldformaat naar hier te brengen... Oh, hebben... yeah. I wanna be in America, I wanna be in America. Ah, wat een bieke in Amerika. Dames en heren, het is mijn groot genoegen dit te kunnen overhandigen aan ons bieke van ons allemaal. De som van 32.000 frank. Alsjeblieft. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Zeg, waarom het toch? Ik zie u allemaal heel graag en in Amerika zal ik elke dag aan u denken. Oh, bedankt. Dat is cool. Bravo. Maar alleen maar. Habieke, ik kan daar dus niet tegen, hè. Ik ben echt een flauw trien. Maar ik kom terug, je weet dat toch. Oh, kindje, wat doe jij ons toch aan? Ik zou je nek kunnen omwringen. Oh, kom eens. Voorzichtig zijn, hè. Ja. Zeg, hier is de cassette met de rest van het interview. Ja. En je gaat verschieten, hè. Lekker, ja. Kom. Ik ga eens de echte keeper zien. Ah! Jean-Marie, ik denk dat de hele regio u dankbaar is dat je voor het goede doel hebt willen meespelen. Ja, Marijke, een grote sportman moet eenvoudig kunnen blijven. Dan laat je zien dat je werkelijk een grote bent. Even voor de luisteraars, u hebt dit volledig belangeloos gedaan? Ik ben opgegroeid in een arm milieu. En ik heb het gemaakt. Ik wil een meisje met ambitie, zoals ons Bieke, ook een kans geven.
Daarom heb ik dit gratis gedaan. Zelfs geen onkosten? Als je het wilt geven, hè, dan vraagt u ook geen onkosten. Dat wel. Dimitri? Mijn bijdrage voor de reis. Amerika, here I come! Ja, Dimitri, hier is nog een rekeningetje van uw vriend Jean-Marie. €12.000 voor een takelwagen. Zee!